voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audio-tours downloaden. We gaan op weg naar Den Burg. Den Burg is met 7000 inwoners het grootste dorp van het eiland. Zijn middeleeuwse ronde stratenpatroon maakt op veel mensen de indruk van een stadje. Wat een merkwaardig bord. Zouden dit nu de typische Tesselse lekkernijen zijn, die vooral voor pubers zijn bedoeld? De hervormde kerk van Den Burg aan de Binnenburg is rond 1400 gebouwd op het uit zwerfkeien bestaande fundament van een Romaans kerkje. Tijdens de opstand van de Georgiërs werd de kerk zwaar beschadigd. Direct na de oorlog werd het markante gebouw in het centrum van Den Burg gerestaureerd. De gemeente Texel is met het IJsselsafe-debakel vele miljoenen spaargeld kwijtgeraakt. Om dat heugelijke feit te vieren, heeft men blijkbaar besloten dan maar een nieuw gemeentehuis te bouwen. Herfst 2010 wordt dat betrokken. De verhuizing is zo te zien in volle gang. De oude wagen van Den Burg heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. Openbaar toilet. Het Esperanto is een zeer toegankelijke kunstmatige taal die uit zou moeten groeien tot een wereldtaal. Met name tussen de twee wereldoorlogen was er over de hele wereld veel belangstelling voor. Texel neemt in de geschiedenis van Esperanto in Nederland een speciale plaats in. Op het eiland wonen in de jaren 30 de broers Johan en Gijs Duinker, die veel eilandbewoners voor het Esperanto weten te enthousiasmeren. Het lukt de broers Duinker geld bijeen te zamelen voor een heus Esperanto-monument, dat in 1935 kan worden onthuld. Op bevel van de nazi's werd het monument in 1941 afgebroken, maar voor de sloop konden enkele mensen de belangrijkste onderdelen verwijderen en veiligstellen, zoals de Esperanto-ster, de teksten en de afbeelding van de uitvinder van Esperanto, Zamenhof. Na de bezetting is het monument herbouwd en op tweede Pinksterdag 1950 opnieuw onthuld. De Oudheidkamer van Den Burg is gevestigd in een fraai gerestaureerd uit 1599 daterend gasthuis. De melodie die u nu hoort komt van een oude speeldoos die in het museum staat. Onder meer een verzameling kunst- en gebruiksvoorwerpen, oude prenten en klederdrachten. Bijzonder zijn de 20 brieven die Aagje Luitsen tussen 1776 en 1780 aan haar man Hermanus Kikkert schreef. Er zijn weinig bronnen die het fokleven door de ogen van een vrouw beschrijven. Documenten van thuisblijvende vrouwen zijn nog veel zeldzamer. De 20 brieven van Aagje Luitsen zijn dan ook een echt unieke vondst. Aagje schreef deze brieven tussen november 1776 en november 1780. Hermanus maakte in die tijd twee reizen naar China. Toen hij in 1781 op de thuisreis was, kwam zijn schip even ten noorden van Kaap de Goede Hoop in aanraking met een Engelse vloot. De Vierde Engelse Oorlog was juist uitgebroken en Hermanus' schip werd buitgemaakt. De opvarenden kwamen met het schip vrij, maar al hun bezittingen raakten in Engelse handen.
Ook de brieven die Aagje aan haar man had geschreven en die hij in zijn hut bewaarde. Ruim 200 jaar later, in 1994, doken de brieven van Aagje weer op in de archieven van de Engelse Admiraliteit.